Twee dagen na het verlies tegen Ajax trainde de selectie vrijdagmiddag in voorbereiding op de wedstrijd van zondag. Dat zijn dus twee wedstrijden kort op elkaar voor PEC Zwolle en dat vergt een iets andere aanpak dan normaal. Ja, nou, dat vergt wel heel snel schakelen tussen wat je moet doen en waar we vandaan kwamen, zeg maar, hè, welke wedstrijden we gespeeld hebben, hoe we dat gedaan hebben, het analyseren van die wedstrijden, erop terugkijken. De goede dingen er vooral uithalen, maar natuurlijk ook de dingen die wat minder zijn gegaan. En dat weer heel snel terugbrengen naar de komende wedstrijd dan. Dus in dit geval vanuit Ajax komende en dan weer richting Excelsior werken. Dan moet je wel, wat ik aangaf, snel schakelen, snel nadenken en veel in overleg gaan. Keuzes maken als die gemaakt moeten gaan worden natuurlijk. Het zicht weer richten op... Op de wedstrijd van Excelsior en hopelijk een goed resultaat. Waar Stanley Elbers tegen AZ in de basis begon, nam hij tegen Ajax plaats op de bank. Maar vanwege de schorsing van Vieter van Krooi aanstaande zondag, kans voor Elbers om te starten tegen zijn oude ploeg. Ja, ik hoop het. Dat is aan de trainer natuurlijk. Morgen zien we pas wat de opstelling is. Als het zo zou zijn, dan zou het lekker zijn. Ik hoop daar te scoren natuurlijk tegen de oude club. En hoe is het om daar terug te keren, denk je? Ik heb geen idee. Ik heb er nooit meer gespeeld. Ook met de tweede niet, dus ik denk dat het even raar zal zijn, maar ik speel hier voor PEC, dus gewoon als elke andere wedstrijd. Het duel van aanstaande zondag is het belangrijke voor PEC. Wat met Excelsior treft het namelijk de ploeg die met 26 punten evenveel punten heeft dan PEC Zwolle. Ja, zeker. Hele belangrijke. Gaf de trainer vorige week ook aan. Ik denk dat we gewoon volle bakker tegenaan moeten daar en dan voetballend vind ik ons beter. Dan is het altijd afwachten van wat voor type wedstrijd als dat ook gaat worden. En soms kun je van tevoren dingen aangeven in de manier van spelen. Dat je toch aanvallend wil gaan voetballen en je eigen ding wil laten zien. Maar dat spelers toch ook op een bepaald moment in de wedstrijd denken van ja, maar we willen ook niks weggeven. Dus we gaan toch iets behoudender spelen. En daar moeten we wel voor waken dat we wel de dingen gaan doen wat we afgesproken hebben. Waardoor we een tegenstander misschien ook pijn kunnen doen en het maximale voor onszelf eruit kunnen gaan halen. Dus daar zijn we naar op zoek en daar gaan we morgen op trainen. En hopelijk pakt dat goed uit in zondag. Hoe is het met Mickey? Ja, met Mickey gaat het goed. Die hebben ze zijn vinger in een spalkje gezet. En die staat weer recht vooruit. Dus hij kan weer in de handschoenen. En op de trainingen doet hij het ook goed. Hij heeft er geen last van. Dus in principe is hij gewoon weer beschikbaar.